Like challenge. Like deze video sneller dan dat ik tot 3 tel. 1, 2, 3, 4. Ik speelde vals. Stel voor, je zou bij Huggy Wuggy en Kissy Missy op visite kunnen. Wat doet de Squid Game Pop daar? Huggy Wuggy en Kissy Missy hebben een hoop frisdrank gedronken. Oh my gosh, ze is daar. Ik kan bewegen. Koekoek. Ik kan bewegen en ik zie dat Huggy Wuggy aan het chillen is. Kissy Missy aan het chillen is. En de Squid Game Pop hier dus rondloopt bij hun thuis. Hey, blijf van Huggy Wuggy af. Wat? Serieus? Je bent de gemeenste pop ter wereld en je doet dat? Oké, Kissy Missy vindt het grappig. Heel grappig. En Huggy Wuggy slaapt gewoon door. Oké. Hij is wakker. Oh my gosh. Waar gaat hij heen? Hij zoekt de pop. Hij is kapot boos. Oh, hij is zo boos dat hij zelfs rent. Maar waar is de pop? De pop is hem gepeerd. Oh my gosh. Ik moet wel zeggen, het ziet er gezellig uit bij hun thuis. Alleen serieus, zoveel Pepsi. Is dat de reden waarom ze zo snel kunnen rennen? Maar dit is waar de Squid Game Pop woont. En daar is Huggy Wuggy. Ik denk dat hij haar wil terugpakken. Oké, ze is aan het slapen. Ze heeft een mooie slaapkamer. En oelala. Kissy Missy zit onder het bed verstopt. Dat geluidje van Huggy Wuggy. Ik kan gewoon niet bang voor hem zijn als hij dat maakt. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Oh my gosh. Gaat hij iets opzetten bij haar? Ik bedoel, dat deed ze wel bij hem. Dus het zou een soort van payback zijn. Wacht even. Wat? Wow. Oh. My gosh. Huggy Wuggy heeft het hoofd gestolen. Oh, wacht. Dit is bij hun thuis gewoon. Ik dacht dat dit de Squid Game Pop haar huis was. Maar nee, ze slapen gewoon bij elkaar. Zo'n logeerfeestje van creepypasta's. Dit ziet er zo even serieus. Ik hoor allemaal dingen vallen. Huggy Wuggy is echt een kluns volgens mij. Ik vind dit zo eng. Gewoon twee creepypasta's die ik niet met elkaar samen wil zien is... Huggy Wuggy en de Squid Game Pop. Dus mijn nachtmerrie is werkelijkheid. Oh, dit is... Stop met... Maar stel voor, Huggy Wuggy en de Squid Game Pop zouden hun eigen achtbaan hebben. Maar dit is hoe een achtbaan eruit zou zien van de Squid Game Pop. En als het goed is, Huggy Wuggy, maar die zie ik nergens. Oh, dit lijkt me zo creepy. Ik ben ook gewoon de enige in de achtbaan. Shit. Oh. Oh. Oh nee, ik wil niet over de kop. Ik wil niet over de kop. Oh, ik vind het eng. Oké, we gaan over de kop. Ja, ik zag Kissy Missy. Ik denk dat ik Kissy Missy zag. Ik weet het niet zeker. Huggy Wuggy is sowieso in de building. Gezellig, leuk. Ik hoop niet dat hij honger heeft en dat hij dan de achtbaan opeet. Zou een beetje jammer zijn. Wat is het met dat geluidje? Oh, daar hebben we Kissy Missy. Om eerlijk te zijn, ik denk dat de Squid Game Pop stiekem verliefd is op Huggy Wuggy. Deze achtbaan. Hey, er is nog een achtbaan. Ik bedoel, car. Achtbaan, car. Eigenlijk zou er gewoon een creepypasta pretpark moeten zijn. Het is tijd voor een verhaal. Poppy Playtime. Oh, ze is thee aan het drinken. Eigenlijk is het best wel schattig. Slechte timing. Oh, Huggy Wuggy heeft een grab pack en die... Dat is de speler. Dat is wie jij bent als je het spel speelt. En hij kijkt een beetje bang. Dat lijkt op een massage. Alleen, je moet ervan houden, denk ik. Wie hebben we hier? Is dat een creepypasta? Dit is iemand uit een game genaamd Friday Night Funkin'. Dit is denk ik een creepypasta. Alleen, hij heeft een grab pack. Oh, wat ga je doen? Iets wat er zo eng uitziet. Daar doe je dat toch niet bij. Even serieus. Ik bedoel... Oké, het is genoeg voordat je limonade van hem maakt. Oh, hij beweegt. Oké, gelukkig is die... in zijn eentje. Oh. Ze zeggen wel eens, eigen schuld, dikke bult. Waarschijnlijk is het hier eigen schuld. Je leeft niet meer. We hebben Kissy Missy hier. En de speler mag kiezen wat ze draagt. Oké, als eerste gaan we voor... Nice. De grab pack. Ik wil eigenlijk dat Among Us masker zien. Oké, wat is dat? Een potion. Nu is ze een baby. Oh. Dat is op zich best schattig. Ook al weet je dat ze over een paar jaar iedereen opeet. Oh my gosh. Of nu al. Oké, volgende. Ik wil het Among Us masker. Oh, waarom danst ze? Dit is zo weird. Hé, dat is goed. Ik bedoel, waarom alleen maar spelers eten als je ook kunt dansen? Ja. Wow, dat is dus hoe Kissy Missy eruit zal zien in Among Us. Oh, als Squid Game. Eigenlijk wil ik er als een guard zien, want dit is een speler, maar... Wow.
Wauw, dat is echt cool. En zelfs de Squid Game Pop. Maar nu is het tijd voor Huggy Wuggy. Ik zie een citroen, een Minecraft blokje, een microfoon. Wat als eerste? De eerste citroen. Oké, en... Oké. Wat kijk je zuur? De microfoon. Oh, dit is Friday Night Funkin'. Ik weet het muziekje niet meer, dus ik maak gewoon rare geluiden. Het Minecraft blokje. Oh, snap. Geef hem nou geen zwaard. Oh, je maakt hem... Nee, niet slaan. Maar dit is interessant. Ik heb het Poppy Playtime spel... gespeeld. En in dat spel zit Huggy Wuggy in de buggy. Maar deze persoon, die kwam iemand anders tegen in het spel. En dit is iemand die eigenlijk uit een ander videospel komt. Kijk, dit is dus de plek waar Huggy Wuggy normaal gesproken staat. Maar deze keer is een Mangle. Mangle is eigenlijk een Five Nights at Freddy's karakter. En het bestaat uit allemaal onderdelen. Je moet het zo zien. Toen alle Five Nights at Freddy karakters werden gemaakt, Freddy, Chica, Bonnie, waren er wat onderdelen over. En waarom weggooien als je er een monster van kan maken? En vandaar Mangle. Maar is het dan ook zo dat ze hier zometeen uit komt lopen? Oh, dat is zo. Ik weet niet, man. Ik vind deze misschien nog wel enger dan Huggy Wuggy. Ze heeft een hand als hoofd. Je kunt er nu wel een high five geven. Alleen als je er dus nu een high five geeft, sla je er eigenlijk tegen de wang. Maar het kan erger, want schijnbaar... Oh my gosh. Ik weet niet of iemand ooit heeft gehoord van ice cream. Niet ice cream als in een ijsje, maar ice cream. Als in schreeuwen. Het is een creepypasta over een ijskoman die ijsjes maakt van spelers. In plaats van Huggy Wuggy is hij vandaag de invaller. Dit voelt echt als zo'n juffrouw die dan ineens weg is voor een dag. En dan is er een andere juffrouw. En als je geluk hebt is die aardig. En als je pech hebt... Niet. Veel mensen weten nog steeds niet of het een masker is wat hij draagt. Of dat dit echt zijn hoofd is. Wat trouwens best wel beledigend klinkt. Hé, meneer, is dat je hoofd of een masker? Dit is mijn hoofd. Maar meer van, come on. Het lijkt alsof er een hap uit zijn hoofd is genomen. Is zijn hoofd van ijs? Dat is best nice, toch? Als je dan honger hebt, dan neem je een hapje van je wang. Ik weet niet of je dit een glitch kunt noemen. Of misschien een mod. Misschien wel een cheat. Dit is minimaal even eng als Huggy Wuggy achter je aan hebben. Maar nu is het tijd voor Roblox. Ik ben Huggy Wuggy. Hier is een knop. En er is één regel. Druk er niet op. Oh. Ik heb erop gedrukt. Lavamuren? Ik dacht dat het lasers waren. Maar dit is wel heel makkelijk. Ik wed dat ik kan stilstaan zonder dat ik iets doe en... het alsnog overleeft. Nog een keer. Oké, wat gaat er gebeuren? Een tornado. Oh my gosh, nee! Ik ben allergisch voor tornado's. Denk ik. Huggy Wuggy is allergisch voor tornado's. Maar dit kan toch niet zo erg zijn? Wat zou er gebeuren als ik er... 3, 2, 1, let's go. Ik heb gedrukt en... wat gebeurt er? Oh my gosh, de muren komen steeds dichterbij. En ze zijn van lava. Belangrijk detail. Oh snap, dit is zo creepy. Maar de knop is terug. En ik maak hem rood. Wacht, wat? Ik mag een auto kiezen. Ze zijn allemaal hetzelfde. En het is tijd voor een race. Ik wist niet dat Huggy Wuggy zijn rijbewijs had. Wat is het eerste waar Huggy Wuggy naartoe rijdt als die in het echt een auto zou hebben? McDonald's. En de knop komt uit de grond. Dat zou best wel cool zijn. Als er een knop in het echt... waarom ben ik in de ruimte? Oh my gosh, er is geen zwaartekracht. Ik zweef letterlijk omhoog. Stel voor, er zou in het echt een knop bestaan en iedere keer dat je erop drukt, gebeurt er iets speciaals. Het regent, cheeseburgers, alle snotjes veranderen in diamanten. Dan zou je geld kunnen verdienen met neuspeuteren. Wat zou jij willen dat er gebeurt wanneer je op de knop drukt? Het regent noobs! Nee, dat wil ik niet. Jongens, gaat het wel? Ja. Ik denk dat er een wereldrecord bestaat van iemand, oh my gosh, die op de meeste knoppen ooit heeft gedrukt. Oh! Snap. Let's go! Oh snap! Oeh, wat? Oh my gosh! Zo voelt het als ik te veel Skittles heb gegeten. Gaat dit goed of slecht zijn? Ik heb gedrukt. Het is een regenboogbrug. Dat zegt weinig. Ik bedoel, het lijkt me goed, maar het zou slecht kunnen zijn. Het hangt er helemaal vanaf wat er aan het einde van de brug ligt. Is het een wiskundetoets? Dan ben ik niet blij. Is het chocoladepudding? Dan ben ik heel blij. 3, 2, 1... Dat is echt een anticlimax. Spam in de comments. Wat had daar moeten liggen? Het kan alles zijn. Wat was de beste beloning ooit? Een tosti met kaas. En ketchup. Oké, ik druk er weer op. Wat gaat er... Oh nee, de vloer is lava. Oh, dat betekent maar één ding. We moeten... Hé, een auto. Dat is een mooie auto. Hij is groen. We moeten naar boven. Ah, er is lava. En lava is heet. Net als ik. Oké, ik heb geen tijd voor grapjes. Oh my gosh, de lava komt. Ik wil het spannend maken, dus ik blijf even staan. Het komt eraan. Oké, snel, sta bovenop de auto. Deze knop die hier staat is blij. Maar als ik erop druk... Oh my gosh, wordt hij boos. En dan ga ik van een regenboogglijbaan. Oh my gosh, dit is zo cool. Tenminste, dat ligt eraan. Of ik land. Oh my gosh. Oké, ik ben een beetje bang. Hij is weer boos en er staat vroom. Dat was een auto. Oké, deze keer ben ik slim. Ik ga erop staan terwijl ik erop druk. Kijk, nu kan er niks fout gaan. Oh my gosh. Het regent mega grote taco's. Oh my gosh, ik ga naar buiten. Nee, Bob, in Roblox. Ik had liever gehad dat het pizza zou regenen. Ga op de knop staan, oké? Oh snap, dat is zo creepy. Als ik niet op de knop stond, had ik mijn bil verbrand.
Oh my gosh. Er komt een mega golf aan. Oh, ik moet zo snel zijn. Rennen. Klimmen. Oh my gosh, ik ga dit niet halen. Oké, gewoon niet van deze brug afvallen. Op het puntje gaan staan en... Net op tijd. Of nee, ja, eigenlijk, ik moet nog douchen. Let's go! Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Moeten surfers douchen? Ik heb geen zin om erover na te denken. Ik druk op de knop. Oh snap, dit is zo eng. Oké, weet je, zolang ik blijf rennen, oh snap, is er niks aan de hand. Kan ik niet gewoon op de knop gaan staan of mag dat niet? Dit is vals spelen op zijn best. Hallo blije knop, je bent boos. Je moet niet geraakt worden door de muur. Oh my gosh! Oh snap! Hoe moest ik dat weten? Weet je wat, ik ga deze keer achter de knop staan en dan druk ik erop. Dan... Niet weer. Ik druk op de knop. Ik heb zo'n gevoel dat er iets gaat komen. Water. Ja, water. Oh, snap. Ik moet zo snel zijn. Dit is eng. Spring niet naar beneden, Job. Spring niet naar beneden, Job. Spring niet naar beneden. Ik sprong naar beneden. Hallo, blije knop. Hallo, boze knop. Krokodilparcours. Oh my gosh. Dit is zo creepy. Ze hebben best mooie billen. Of is dat zijn rug? Waarom praat ik over krokodillenbillen? Wat toevallig rijmt. Terwijl ik bijna afga. Oeh. Nee, serieus. Is dat zijn bil? Oké, ik zal het niet nog een keer vragen. Oké, knop. Even tussen ons. Geef me iets van chocola. Oké. Dat is geen chocola. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik vertrouw het niet. Oh, het is lava. Ik had het kunnen weten, maar ik wist het niet. Eigenlijk wil ik gewoon dat het overstroomt met chocomel. Ik zou mezelf er letterlijk uitdrinken. Waarschijnlijk niet. Ik bedoel, iedereen heeft dat toch? Dat je echt denkt, ik heb zoveel dorst, ik kan de oceaan drinken. En uiteindelijk drink je een half glas water en zit je zo van, dat is goed. Oké, knop, let's go. Woe! Oh nee. Ik ben blij dat ik als Huggy Wuggy speel in de buggy. Ik denk dat dit anders veel moeilijker was geweest. Kijk me eens klimmen. Ik ben de meest sportieve creepypasta... Er zit lava achter me aan. Ik ben de meest sportieve creepypasta ooit. En ik heb het gehaald. Weet je, misschien kan ik de knop omkopen met pizza. Hier, alsjeblieft. Oké, nu gaat hij me iets goeds geven. Ga naar het midden. Oh, snap. Oh. Kijk, de knop is het midden van het spel. Ik heb dit uitgerekend. Eigenlijk niet. Ik raakte gewoon in paniek en ik sprong op de knop. Maar het was goed. Oh, ik moet het weer doen. Come on, man. Als het nu weer dezelfde is, eet ik mijn vest op. Oké, beloofd is beloofd. Ah. Yep. Sorry, vest. Woe, het was een goocheltruc. Ik heb hem nog steeds. Nu heb ik extra geluk, want... Shrek, het is Shrek. Geef me een knuffel, broeder. Shrek staat bekend om zijn harde knuffels. Shrek, rustig, dude. Je lijkt op een wandelende broccoli. Oké, nog één keer dan. Let's go. Oh. Yes. Mijn hoofd is groter, dus nu ben ik slimmer. Hoop ik. Dit is wel cool. Tel ik nu als twee personen in één. Huggy Wuggy heeft een groter hoofd. Daarmee wil ik het afsluiten. Like, abonneer en adios.